stad breekt zich uit. En ze gaapt zonder gêne, met een ochtendhumeur en een kop vol migraine. Ze vloekt als een beest en ze spuugt in de scène. Een smerig oud wijf, Parijs. Ze komt overeind in haar stinkende kleren, met de pest in haar lijf en haar voeten vol zweren. Ze trekt een grimas om de pijn te maskeren, maar flink is ze wel Parijs. En dan wekt ze haar kinderen, de mannen, de vrouwen, die wel bij haar wonen, maar niet van haar houden. Die hard en gehaaid zijn, nooit te vertrouwen, precies zoals zij Parijs. En waarin wij ook sterven in naam van de koning, we keren terug naar die eeuwige woning, waar het leven zo hard is, maar zoeter dan honing, want zij is de baas, Parijs. Parijs, 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 Parijs. Ik ben net aangekomen in Parijs. Ja, dat is wel te merken, ja. Alles weer vies geworden. Ik ben D'Artagnan. Ik kom uit de Gascogne. Woon je in Parijs? Ja, geboren en getogen. En hoe heet je dan? Hé, blijf van mijn geld! Kijk eens, alsjeblieft, hè. Dankjewel, hè. Maar hoe heet je dan? Hé, ik heb er ook mijn naam genoemd. Kom terug! Au! Ja, sorry. Kun je niet uitkijken waar je loopt? Sorry. Ja, kijk eruit je doppen. Ik kijk eens te veel aan mijn doppen, hè. Het valt niet goed te praten, ik zo'n bejaarde als u omver loopt. Bejaarde? U beledigt een heel van stand. Ik ben D'Artagnan. U bent? Zwaar beledigd. En deze flagrante schending van mijn eer dient uitgevochten te worden. U wilt een duel. Dat heeft mijn vader me verboden. Oh, dus je bent nog laf ook? Ik ben niet laf. Kom maar op. Niet hier, dat is niet gepermitteerd. Morgen vroeg, 6:00, Karmelietenklooster Luxemburg. Karmelietenklooster Luxemburg. Maar waar is het dan eigenlijk? Iets dat van je hart zal je nooit kunnen ruilen, want je mag bij haar schreeuwen en lachen en huilen. Ze opent haar armen en daar mag je schuilen. Zij kent je verdriet, Parijs. Dan pak ze je beet en dan ben je verloren, want ze fluistert je naam en ze hijgt in je oren. En je sterft in haar armen en je wordt weer geboren. Uitkijken. Sorry, dat we echt zo geraakt, hè? Hoe bedoel je? Nou, toen zo en... Laat maar, u begrijpt me toch niet. Wil jij soms zeggen dat ik stom ben? Jij beledigt een heer van stand. Ik daag jou uit tot... Tot een duel. Morgen vroeg, 6:00... Bij... Nee, ik had een uurtje laat. Dan heb ik al een afspraak. 7:00, Karmelietenklooster Luxemburg. Ja, oké. Okay. Parijs, 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 Parijs. Mevrouw, een zakdoek. Ah, oh, kijk eens. Excuseer. Die zakdoek was voor mij bedoeld. Oh, oh. U gaat toch als volwassen bij die met zo'n nuffig kanten zakdoekje rondlopen. U beledigt een heer van stand, hè? Ik daag een duel, van... vrees ik. Morgenochtend. Maar 8:00, doe maar. In het Karmelietenklooster Luxemburg. Ja, ik weet het ook. Dat zal je leren. Parijs, 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 Parijs.
Parijs en nu al 3 vrienden.